Waar ik echt energie van krijg is als ik naar de scholen ga en zie waar leerlingen en studenten mee bezig zijn. Omdat dat de drijver is waarom je de dingen doet. En ik doe soms hele ingewikkelde en abstracte dingen, maar uiteindelijk gaat het daarom hè, dat wij helpen leerlingen, studenten, hun dromen te leren realiseren. Soms zie ik dat we te veel op een plek een wiel uitvinden en dat te weinig met elkaar gebruiken. Dat is nog wel een uitdaging, ook in mijn baan, van hoe kunnen we nu stimuleren dat mensen goede dingen blijven doen, maar die ook met elkaar gebruiken, ROC breed. Wat je moet doen is de mensen rond de tafel vragen. En dan is het geven en nemen. En soms heb ik iets briljants bedacht en dat kan ik dan aan mijn collega's delen. En soms heeft mijn collega iets heel goeds bedacht en dat kan ik dan gebruiken. En soms zal ik ook moeten inleveren. Dat lukt alleen als je elkaar verstaat, begrijpt en ook echt een team wil zijn. Ik vergader veel en met heel veel verschillende mensen. De ouderraad en de studentenraad. We gaan het gesprek met de ondernemingsraden aan en dat zijn natuurlijk verschillende geledingen. Voor mij is het belangrijk snappen hoe zij kijken naar de thematiek. Want als ik dat doorzie, dan kan ik in de raad van bestuur dat perspectief inbrengen en kunnen wij ook, denk ik, een afgewogen besluit nemen. Als je er maar op één manier naar kijkt, zonder die andere perspectieven erop, ja, dan neem je een besluit en dat is eigenlijk te beperkt.